Er waren in 1948 ook weer verkiezingen gehouden en die gaven een kleine verschuiving naar rechts te zien. Het kabinet werd toch weer een rooms-rode coalitie met de socialist Willem Drees als minister-president. In augustus maakte het kabinet zijn opwachting op Soestdijk. Een maand later kon het een nieuwe koningin begroeten. Koningin Wilhelmina had na een regeringsperiode van een halve eeuw besloten af te treden. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. Ik dank u voor de toegenegenheid waarmee gij mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet onder de zorgende leiding van mijn innergeliefd kind. God zij met u en de koningin. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen: leven, alles.